Wij lezen Psalm 62. Een psalm van David voor de opperzangmeester over Jeduten. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil. Mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Ze hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Sela. Doch gij, o mijn ziel, zwijg Goden. Want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen van mijn sterkte. Mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te allen tijden, o gij volk. Stort uw liederhart uit voor zijn aangezicht. God is onze toevlucht. Sela. Immers zijn de gemene lieden, de gewone mensen, ijdelheid. De grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zouden ze tezamen lichter zijn dan ijdelheid. Vertrouw niet op onderdrukking, doch op roverij. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast. Zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. En de goede tierenheid, o Heere, is uwe. Want gij zult een ieder vergelden naar zijn werk. U weet allemaal dat we een veelbewogen week achter de rug hebben. Het overlijden van mijn lieve zus. Het overlijden van onze broeder en vriend Harteveld. Ik wil u trouwens hartelijk bedanken voor het warme meeleven vanuit de gemeente. Dat heeft ons bijzonder getroost en gesterkt en goed gedaan. Maar goed, dan wordt het zondag. En wat zul je dan de gemeente meegeven? Ik heb afgelopen week, u hebt dat misschien gezien, de rouwdienst van dominee Harteveld geleid vanuit Psalm 62... En het leek me mooi om in deze omstandigheden ook u daar iets van door te mogen geven aan Psalm 62. Het tweede en derde vers, het eerste gedeelte. Psalm 62 vers 2 en 3a. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil. Er is allemaal meer over de rest van dat vers te zeggen zijn, maar dan wordt het allemaal te veel. Vanmorgen vers 2 en 3a. Gemeente Psalm 62 begint met de woorden: immers is mijn ziel stil tot God. Mijn ziel, laten we daar eerst eens mee beginnen. Mijn ziel. Wij hebben allemaal een ziel. En door alle herrie en drukte en rumoer van de wereld waarin we leven en de haast die we altijd hebben, zouden we zomaar vergeten dat we ook nog een ziel hebben. We rennen overal achteraan, druk met van alles. Vergeet je ziel niet. Vergeet je ziel niet, mijn ziel. Want onze ziel is het kostbaarste wat er bestaat. God heeft ons een ziel gegeven. En daarmee heeft hij iets van zichzelf in ons gelegd.
Want God is eeuwig. Maar ook onze ziel is eeuwig. Die zal nooit een einde hebben. Moet je over nadenken. Ik heb een ziel voor de eeuwigheid. Die zal nooit, nooit een einde hebben. Al het andere in dit leven houdt een keer op. Dat gaat voorbij. En het gaat nog snel ook. Vraag dat maar aan mensen van 80 jaar. U bent nou 80 jaar, duurde dat heel erg lang of tamelijk kort? Ik weet zeker dat ze zeggen tamelijk kort. Dus ik wil maar zeggen, dit leven is zo voorbij. Maar mijn ziel gaat nooit voorbij. Als iemand door een ongeluk zwaar invalide raakt, dat is een ramp. Stel voor als je huis tot de grond toe afbrandt, dat is iets verschrikkelijks. Maar hoe verschrikkelijk dat allemaal ook is, het is toch tijdelijk. Dat gaat een keer voorbij. Hoe zwaar en bitter het ook is, het houdt een keer op, het is een keer voorbij. Maar mijn ziel gaat niet voorbij. Mijn ziel is voor een eeuwigheid geschapen. En als mijn ziel verloren gaat, dan gaat die voor eeuwig zonder einde verloren. Maak je vooral bezorgd over je ziel. Lieve mensen, is onze ziel voor ons kostbaar. Jonge mensen, kinderen, is je ziel kostbaar. Ouderen, neem je de tijd voor je ziel. Afgelopen week. Hoeveel tijd nam je de afgelopen week voor je ziel? Neem je een test hoe belangrijk het je vindt. Jonge mensen, hoeveel tijd had je de afgelopen week voor je ziel? Dan weet je hoe belangrijk jij je ziel vindt voor een eeuwigheid. Je bent als zonderschoolversje. O heiland wil mij leren de waarde van mijn ziel. Wat baat het een mens, al zou die heel de wereld winnen, maar als je schade leidt aan je ziel. Mijn ziel moet mij meer waard zijn dan iets anders. Voor mijn ziel moet werkelijk alles aan de kant. Voor mijn ziel moet ik bereid zijn om de grootste offers te brengen. Mijn ziel moet gered worden. En vergeleken daarmee is al het andere kinderspel. Alles wat ik prijsgeef voor mijn ziel is uiteindelijk winst. En alles wat ik niet bereid ben om los te laten voor mijn ziel is uiteindelijk verlies. Ik denk aan Jim Elliot en die andere vier jonge mannen, die vijf jonge mannen, jonge zendelingen. In de jaren 50, die werden vermoord toen ze naar de Auca-Indianen in Ecuador. Nog maar 29 jaar oud. En toen vonden ze eens een dagboek
van die Jim Elliot, het volgende zinnetje. Hij is geen dwaas die geeft wat hij niet houden kan, om te winnen wat hij niet verliezen kan. Ik zal het nog een keer zeggen, want dat is een diepe doordenker. Hij is geen dwaas die geeft, loslaat, wat hij toch niet houden kan. Want uiteindelijk, het einde van je leven, moet je toch loslaten. Hij is geen dwaas die geeft wat hij niet houden kan, om te winnen wat hij niet verliezen kan. O Heiland, wil mij leren de waarde van mijn ziel. Ik heb deze dagen wel heel nadrukkelijk meegemaakt dat onze ziel ons meer waard moet zijn dan iets anders. Mijn lieve zus en dominee Hartenveld, de Heere leerde hen de waarde van hun ziel. De vraag werd levend: hoe wordt mijn ziel gered? Daar begint het altijd mee. Hoe wordt mijn ziel gered? Houdt dat je bezig? Hoe wordt mijn ziel gered? Dat is een nood en een strijd geworden. En het heeft hen uiteindelijk bij Christus gebracht. De redder der zielen. En ze zijn de eeuwige heerlijkheid binnengegaan. Ze hebben het nodige los moeten laten. Maar oneindig veel meer daarvoor gekregen. Als je ze nou eens kon spreken en zou vragen: heb je nou spijt van die keuzes die je gemaakt hebt? Ik hoef het antwoord niet te geven. Ik hoef het antwoord niet te geven. God eeuwig danken dat hij mij dat in mijn hart gaf. Dat hij mij alles werd. Eeuwige blijdschap. Eeuwige vreugde. Ja, vergeleken daarbij. Wat heeft deze wereld dan ten diepste te zeggen? O Heiland, wil mij leren de waarde van mijn ziel. Psalm 62, dan gaan we verder. Immers is mijn ziel stil tot God. Dat wordt hier immers. Daar begint de tekst mee. Immers. Oud-Hollands woord, dat gebruiken wij eigenlijk niet meer. Je zou ook kunnen vertalen met nochtans. Nochtans is mijn ziel stil tot God. Calvijn vertaalt het, dat is eigenlijk hetzelfde met toch. En toch is mijn ziel stil tot God. Dat kleine woordje aan het begin van die tekst moet je zeker niet over het hoofd zien. Want het is eigenlijk zelfs het kernwoord van heel de psalm. Als je psalm 62 in één woord samen zou moeten vatten, dan is het wel in dit kleine woordje immers. Nochtans. En toch. Waarom zeg ik dat? Dat dit het kernwoord is. Omdat dit woord niet minder dan 6 keer in deze psalm terugkomt. Kijk u maar mee. Vers 2. Immers is mijn ziel stil tot God. Vers 3. Immers is hij mijn rotssteen. Als je kijkt naar vers 7. Hij is immers mijn rotssteen. En in vers 10. Immers zijn de gemene lieden, het gewone volk, ijdelheid. Dat is al 4 keer. En in het Hebreeuws staat precies datzelfde woord ook nog in vers 5. Zij raadslagen slechts. Staat datzelfde woord immers. En in vers 6.
Doch, daar staat ook hetzelfde woord. Immers gij, o mijn ziel, zwijg tot God. Daar staat ook het woordje immers. Immers gij, o mijn ziel, zwijg tot God. In die tamelijk korte psalmen 6 keer dat woordje immers. Nochtans. En toch. Dus dat is duidelijk, dat draait het om. Daar komt hij steeds weer op terug. Dan zegt hij weer even wat en dan weer immers. En dan gaat die psalm weer even verder en dan komt hij er weer op terug. Steeds komt hij daarop terug. En toch is mijn ziel stil tot God. Ja, u voelt wel aan, de dichter valt hier eigenlijk met de deur in huis, hè? Als je meteen komt en zegt, en toch, ja, dan is er natuurlijk heel wat aan vooraf gegaan. Zo begin je geen gesprek. En zo begin je geen gebed. Hier is al het een en ander aan vooraf gegaan. En dan komt hij op een gegeven moment zo weer dat hij zegt, en toch. En dan worden wij nieuwsgierig natuurlijk, wat is daar dan allemaal aan vooraf gegaan? Nou, dat staat niet helemaal zwart op wit in de psalm, maar het is toch wel duidelijk. David, het heeft alles te maken met die staatsgreep van zijn zoon Absalom. Ik ga het verder niet uit wat aanhalen, maar in die teksten kun je dat ook wel vinden. De opstand van zijn eigen zoon Absalom en David, die moet vluchten voor zijn leven. Want Absalom heeft het op de dood van zijn eigen vader gemunt. Wat is dat een pijn. En een diep verdriet voor David geweest als je moet vluchten voor je eigen zoon. En er komt er ook nog bij. Als je volk, waar David zo vaak in een veldslagse leven voor in de waagschaal had gelegd. Heel wat keren voor zijn volk. En zijn volk laat hem nu als een baksteen vallen, want ze gaan allemaal achter Salomo aan. Hij heeft zijn leven keer op keer voor het volk op het spel gezet en ze laat hem nu vallen als een baksteen. Ja, als je dat allemaal meemaakt, je moet vluchten voor je eigen zoon en heel het volk keert zich om, alles en iedereen keert zich tegen je. En ze hebben het op je ondergang gemunt. Ja, dan voelt u wel aan, dan staat je leven werkelijk te schudden op zijn fundamenten. Heren, waarom? Wat moet deze weg die de Heere met David ging, voor David een raadsel zijn geweest? Een aanvechting. En was dat herkenbaar? Ook hier voor veel mensen die thuis met ons meeluisteren. Als de Heere onbegrepen wegen met je gaat of met je geliefde. Waarom? Dan kunnen de vragen zich zo opstapelen. De wegen die de Heere gaat kunnen zo onbegrijpelijk zijn. Als je zo'n zwaar kruis moet dragen, dat er bijna niet te dragen is, de pijn, het verdriet. Als je geliefde moet missen, hier zitten wat weduwnaren. Of die een kind verloren hebben, of iemand anders. Hoeveel hebben geen tranen over geliefden. En zo kan ik maar doorgaan. Wat een kruisen, wat een beproeving. Verdriet en zorgen over je kinderen. En ga maar door, ga maar door. Er zitten hier weinig mensen vanmorgen die niet met een of ander waarom zitten. Ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart heeft zijn smart. Wat kan het dan stormen van binnen? Als God je er niet voor zou bewaren, zou je bijna geneigd zijn om de raad van de vrouw van Job op te volgen. Zegen God en sterf. Dat zei zijn vrouw tegen Job, die geslagen werd. Die letterlijk bij de puinhopen waar ze leven. Nou Job, wat heb je nou aan God? En heb je heel je leven God gediend, vroom, oprecht, God vrezend, wijkend van alle kwaad. Nou, wat heb je nou aan God? Is dit dan die God die jij lief hebt? Zegen God en sterf, dat betekent afscheid nemen. Als iemand zegen in het Midden-Oosten, nam je afscheid. Job, zou je geen afscheid nemen van God?
Zou jij met zo'n God nog wat te maken willen hebben? David herkent dat. Psalm 62 is een psalm geboren in de hete oven van beproeving en verdrukking. Wat heeft David geworsteld met zichzelf en met het leven en met God? Maar, en dan kom ik bij de buurt van Psalm 62. Maar hij is eruit gekomen. Hij is er niet in onder gegaan. Maar hij is eruit gekomen. En daarin wil hij vanmorgen bedroefde, beproefde, aangevochtenen helpen, bemoedigen. En laten delen in de uitkomst en het uitzicht wat de Heere hem schonk. Opdat ook wij in de stormen van ons leven vaste grond onder onze voeten zouden hebben. Hoe dan? Waar vond David dan zijn sterkte? In de orkaan die over hem heen ging. Waar vonden zijn voeten dan vastigheid? In God. Toch is mijn ziel, nou ga je begrijpen, na alles wat hij allemaal mee moest maken. En toch is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Toch, vers 3, is hij mijn rotssteen. Toch. Dat is een tegenstellend woord, hè? Als alles verloren lijkt. Als alles tegen is. Als alles alleen maar donker en zwart is. En toch. David zet tegenover al zijn strijd en zorgen en verdriet en tranen dit ene woord. En toch. Daarom is dat ook het sleutelwoord in die psalm. Tot 6 keer toe. En toch is mijn ziel stil tot God. Stil. Ik zal niet twisten met God. Ik zal niet opstandig zijn tegen God. Ik zal de Heere geen verwijten maken. Stil zijn. Kijk uit. Want je kan op twee manieren stil zijn. Op een heidense manier en een christelijke manier. Op een heidense manier. Hoe? Dan zeggen, ja, het is nu helemaal niet anders. Je moet het allemaal meemaken. Je verandert er toch niks aan. Je kan het tekeer gaan en opstandig worden, maar ja, daar help je jezelf niet mee, want het lost toch niks op. Soms zeggen mensen wel eens, ja, dominee, het is geen mens die het je aandoet. Dat kun je op een goede manier bedoelen, maar er kan ook een verkeerde gedachte achter zitten. Als het dan wel een mens was, dan kon ik misschien nog wat terug doen. Maar ja, helaas, tegen God kan je niks beginnen. Dus ja, dan moet je er maar bij neerleggen. Het is niet anders. Dan wordt stil zijn een soort doffe berusting. Van ja, je verandert er toch niks aan, je moet je er maar bij neerleggen. Dat heeft natuurlijk niks met geloof te maken. Dat is meer het aanvaarden van het noodlot. De wereld durft dat zelfs pech te noemen. Maar hier in Psalm 62. Natuurlijk totaal anders. Hè? Geen stil zijn ad fatalisme. Van ja, je verandert het toch niet. Maar hier een stil zijn in geloof. In overgave. David, met al zijn raadsels, want die heeft hij zeker wel. En met al zijn aanvechtingen, want die heeft hij zeker. Maar hij vlucht ermee tot God. Mijn ziel is stil, let op, tot God. Hij heeft een adres. Mijn ziel is stil tot God. Gemeente, lieve mensen. We moeten veel meemaken.
Maar heb je nou een adres? Of ben je alleen maar stil en verder niks? Of ben je nou stil tot God? Zo staat het hier. Gemeente, zolang wij in onze strijd en nood en aanvechting niet tot God gaan, krijg je nooit vrede. Maar de vrede is te vinden als wij met al onze pijn en vragen, mag je ook aan de Heer vertellen dat je het zo moeilijk vindt en dat je het niet begrijpt en dat het zo zwaar is. Dat mag je ook eerlijk, stort voor mij uit uw ganse hart, de Heer is geen tiran. Je verwarring, je mag het allemaal ook eerlijk voor hem neerleggen. Maar doe dat dan wel, vlucht ermee tot hem. De ware vrede is daar in de geloofsovergave aan God. Psalm 131. Zo ik mijn ziel niet heb stilgezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Ook stil, hè? Net Psalm 62. Stil. Mijn ziel is als een gespeend kind, zo'n klein kind dat verzadigd is, dat niks meer begeert, dat zomaar stil tevreden aan de borst van die moeder ligt. En zo zegt David, mijn ziel is als een gespeend kind bij zijn moeder. Een ziel die niks meer vraagt. Een ziel die niks meer verlangt, maar zich in stil vertrouwen overgeeft aan God. Ook al begrijp ik hem niet, maar dat geen kwaad van hem kan denken. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog en het verstand niets ziet. Zo gaf ik gaarne wens en wil in Heeren hand en hield mij stil. Maar die vragen liggen er wel, hè? De waaroms. Waarom gaat de Heer dan vaak zulke moeilijke wegen? Waarom die strijd? Waarom die rouw? Die pijn? En dat verdriet. Dat doet de Heer om het geloof te beproeven. En te sterken en te louteren. Dat kan alleen maar door de strijd en de aanvechting heen. Het is een bekend beeld, een boom. Wanneer gaat een boom dieper wortelen? We kennen het beeld, hè? Als het gaat stormen. Als er om die boom geschud wordt en die boom heeft de neiging om. Maar dan gaan die wortels dieper en dieper. Hoe meer storm, hoe dieper die boom gaat wortelen. Of een ander beeld, denk aan een soldaat. Wat zijn de beste soldaten? Niet die dikke boeken over oorlogen gelezen hebben, theorie, maar die aan het front hebben gezeten. Waar de bommen en de granaten om je oren vliegen en waar je letterlijk in doodsangst en doodsgevaar bent. Ja, dat wil je liever niet. Maar dat is de enige manier om werkelijk een goede soldaat te worden. Dan moet je aan het front zitten. Hoe bang het ook kan zijn. Ja, daar zit niemand op te wachten, hè? Op stormen over je leven. Maar er is geen andere weg waardoor wij geoefend kunnen worden dan door deze weg. Het is nodig opdat het geloof gelouterd en gezuiverd en gesterkt zou worden. Dat gaat niet zonder strijd en zonder tranen. Maar het is nodig. Als alles mij uit handen valt en als ik niks overhoud, dan alleen maar op hem leunen en op hem steunen.
geen grond en geen goed en geen kracht in mij. Alleen vrije genade. Christus alleen. Zijn bloed alleen. Zijn woord alleen. Toen Bonhoeffer werd opgepakt, die bij die aanslag op Hitler betrokken was. Hij belandde in de dodencel. En toen schreef hij aan iemand, nu zal blijken of mijn geloof waar is. Want alles waar hij op leunde en steunde om zich heen viel weg. Hij zat er alleen met God. En niks anders hield hij over waar hij aan op kon trekken. Of die hem konden bemoedigen. Nu zal blijken of mijn geloof waar is. Daarom brengt de Heer in de beproeving en in de verdrukking. Opdat zijn werk alleen over zou blijven. Peter schrijft het in zijn brief. Opdat de beproeving van uw geloof, die kostelijker is dan van het goud, dat door het vuur, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, dat de beproeving van uw geloof bevonden worden te zijn. Dan komt het tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Opdat wij die beproevingen, opdat wij die dichter van Psalm 62 met vallen en opstaan leren nazeggen. En toch is mijn ziel stil tot God. Over dat stil zijn moet nog iets zeggen. Calvijn zegt dat stil zijn is als de gelovigen stilstaan, steunen en zich gronden op Gods belofte en plaatsgeven aan zijn woord. Het geloof, als alles van binnen en van buiten wegvalt, daar sta je dan. Je kunt niet meer steunen op bevindingen, op eerdere vertroostingen, gestalten of wat dan ook. En alles om je heen valt ook weg. Dan trekt het geloof zich terug op het laatste bastion. Op zijn laatste grond. Wat is het laatste waar het geloof zich op terugtrekt als al het andere verdwenen is? Gemeente, mag ik dat eens vragen? Wat is voor u de laatste grond van uw zekerheid? Geef daar eens antwoord op. Wat is voor jou, voor u, de laatste grond van je zekerheid? De gewisse belofte van God. Dat is het laatste. Maar ook het meeste wat stand houdt als al het andere wegvalt. Wegvalt. Het steunen op de gewisse belofte van God. Op uw woord heb ik gehoopt. Dat was voor David wat overbleef. Toen alles hem ontviel. Op uw woord heb ik gehoopt. En dat niet met een twijfelachtige hoop. Maar de Bijbelse hoop van de zekerheid. Op uw woord, op uw toezegging. Heb ik gehoopt, gesteund met het volle gewicht van mijn arme ziel. De laatste keer dat ik bij mijn zus was. Vorige week. Toen haalden ze het nog aan. Hebreeën 6, vers 18. Opdat wij door twee dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen zou. Ik zie het nog zeggen met een magere gezicht. In welke het onmogelijk, die twee dingen, Gods belofte en Gods eed, zegt de kanttekening. Opdat wij door twee dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen zou, sterke vertroostingen zouden hebben. Waar zoek je dat? In zijn belofte, in zijn eed. Hebreeën 6 vers 18. Wij, staat erachter, wij die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden tot een anker
der ziel. Zijn belofte, zijn eed. Dat was het laatste en het enige wat overbleef. En daar kon ze het mee doen. Gemeente, alle bevindingen, het gaat er zeker niet buiten om. Het is geen praatgeloof, het is geen theoriegeloof. Het is niet knip maar een mooie tekst uit een lijst erin. Zo gaat het niet. Psalm 62 bewijst wel. Wat een strijd en een aanzetting. Maar dit, hier moet het wel in eindigen. Hier moeten we terechtkomen. Alleen het gelovig steun op die gewisse belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn. Op die Christus die in zijn belofte tot ons komt. Want het gaat om hem. Het gaat niet om letters. Maar het gaat om hem die in dat woord zich aan ons openbaart en wegschenkt. De laatste keer zal het nog aan Jezus. Dat was het, hè? Jezus. Uw verzoenend sterven. Ze zei het helemaal op. Blijf het rustpunt van ons hart. Als wij alles derde kwijtraken, loslaten, blijft uw liefde ons bij in smart. Ach, wanneer mijn oog eens breekt en het angstige doodzweet van mij leekt en ik zag het bijna. Maar dat uw bloed mijn hoop dan wekken. En mijn schuld voor God bedekken. Dan wordt het waar. Psalm 62. Mijn ziel. En toch. Toch is mijn ziel stil tot God. Wat zei Calvijn ook weer. Dat stil zijn als de gelovigen stilstaan. En steunen en zich gronden op de belofte van God. En plaatsgeven aan zijn woord. Aan wat voor belofte moet ik dan denken? Waar ik dan op moet steunen? Daar zal ik er zomaar een paar noemen. Er zijn nog duizend andere natuurlijk. Als Psalm 25 zegt. Alle die u verwachten. Zullen niet beschaamd worden. Is dat geen vaste grond voor je ziel? Als hij zegt, wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Is dat geen vaste grond om je ziel aan toe te vertrouwen? Of als Paulus schrijft in Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte. Door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En wat gebeurt er dan als je dat mag doen? En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Dan is mijn ziel stil tot God. Om het bij de Heere te brengen. En het bij hem te laten. En zoals ik al een paar keer zei, dat is allemaal niet op één dag geleerd. Daar is een heel leven van nodig, van stormen. En van oorlog, van buiten en van binnen. Ook de beide overledenen, mijn zus Donna Hartenveld, hebben er genoeg een deel van gehad. En de duivel en het ongeloof, die leggen zich er ook zeker niet zomaar bij neer. Die komen steeds weer terug. Daarom staat in deze psalm ook 6 keer dat woordje immers. Hè? 1 keer is niet genoeg. Want als die zegt, immers is mijn ziel stil tot God. Hij slaat als het ware daarmee een eerste aanval af van aanvechting en strijd. Maar het volgende vers zegt hij weer immers en toch. Dus blijkbaar kwam er alweer een tweede aanval. Moet hij weer dat schild zeggen. En zegt voor de tweede keer. En toch. Er kwam blijkbaar al een tweede aanval op hem af. En een paar versen verder weer. Hè? Immers en toch. Blijkbaar weer zo'n aanval. En dan gaat hij een paar versen verder. En toch. Hij is constant in gevecht in Psalm 62. En steeds weer heeft hij anders tegenantwoord. En toch.
En dan komt de duivel en het ongeloof en de aanvechting en de twijfel en de zonde, alles terug. Waar moet ik blijven? En toch, immers. Dat is het laagste, dat is het schild waar hij steeds achter schuilt. Immers en toch en toch. Immers, toch is hij mijn rotsteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Steeds weer en toch. En dan kijk je omhoog. En dan kijk je omhoog. Tot God. Van wie zou ik het anders moeten verwachten? En hij zal mij niet teleurstellen. Vers 3, we gaan verder. Immers is hij mijn rotsteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Wat doet hij hier in vers 3? Daar noemt hij allemaal namen van God. Kijk maar. Mijn rotsteen, dat is een naam van God. En mijn heil, weer een naam van God. En mijn hoog vertrek. En als je verder kijkt, vers 7 en vers 8, nog een hele rij namen van God. Mijn rotsteen. Mijn heil, mijn hoog vertrek, mijn heil, nog een keer, mijn eer, de rotsen van mijn sterkte, mijn toevlucht, en vers 7 en 8, allemaal namen van God somt hij op. En daar maakt Calvijn, ik heb deze keer veel aan Calvijn te danken, Psalm 62, hij maakt daar nog een keer een mooie opmerking. Calvijn die zegt, al die namen van God, hier in vers 3, en in vers 7, en in vers 8, Calvijn zegt, al die namen zijn als schilden om achter weg te schuilen. Zo moet je vers 3 lezen. En vers 7. En vers 8. Al die namen zijn als schilden om achter weg te schuilen. Al die namen zijn beloften. Zo mag je het ook lezen. De Heere belooft, zo wil ik voor je zijn. Om er één naam te noemen, hè? Één zo'n belofte naam. Als hier staat als eerste, mijn rotsteen. Calvijn zegt dus, die naam is een schild. Hij wil een rotsteen zijn, als een schild om achter weg te schuilen. Een rotsteen. Zo is God. Wat is een rotsteen? Een rotsteen, dat is wat draagt. Een rotsteen is in staat om de zwaarste last te dragen. De zwaarste nood, het zwaarste verdriet, het zwaarste gemis. De zwaarste aanvechting en wat voor zware last je ook mee te dragen. Maar hij is mijn rotsteen. Hij is ruimschoots bij machten om de zwaarte van mijn nood, zelfs de nood van mijn schuld, van mijn zonde, van mijn goddeloosheid, van mijn boosheid en gaan. Oh, wat een last, je zou bezwijken en weg. Mijn rotsteen. Als een schild in alle nood. Vaste rots van mijn behoud. Juist als de zonde mij belt. Waar moet ik heen gaan? Ik weet geen raad. Naar de rots. Vaste rots. Die naam, hè? Als een schild. Dat is vaste rots van mijn behoud. Dan grijpt hij die naam rots als een schild aan. Om achter te schuilen. Als de zonde mij benauwt. Laat mij steunen. Op uw trouw. En laat mij rusten. In uw schouw. Waar het bloed door u gestort. Mij de bron des levens wordt. Om zo die ene naam. Het is maar een voorbeeld. Hè? Ik ga ze niet allemaal invullen. Maar om zo die naam als een schild te gebruiken. Zeg ik even. Om erachter weg te schuilen. Die namen van God als belofte en als schilden. Voorbeeld uit de Bijbel. Asaf. Die ook zoveel aanvechting had. Maar toen mocht hij dat schild aangrijpen. Die naam rotsteen. Hier op Psalm 62. Hij mocht achter een schild schuilen. In al zijn verdriet, bezwijk dan ooit in bittere smart, we hebben het gezongen, of bange nood, mijn vlees en hart. Maar zo zult gij zijn, voor mijn gemoed, daar komt hij. Mijn rots, als hem alles wegzakt, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed, ja, met die rots. Dan is mijn ziel stil tot God. Heb ik genoeg. Dan heb ik genoeg, lieve mensen. En dat is nog maar één naam, hè.
Al die andere namen, ga ze vanmiddag maar eens bemediteren. Wat het woord dan over al die namen zegt. En ga ze als een schild gebruiken. Nog één ding. Immers, zegt vers 3, is hij mijn rotssteen. En staat er nog achter. En mijn heil. In het Hebreeuws staat er. En mijn Yeshua. Nou, je hoeft geen Hebreeuws te kennen, dan hoor je het al, hè. En mijn Jezus. Hij is mijn rotssteen en mijn Jezus. Mijn zaligmaker. Mijn redder. Mijn helper. Mijn verlosser. Is dat geen naam om achter te schuilen? Weet u een betere naam? Waar je veiliger achter bent dan deze naam. Mijn heil. Mijn Jezus. Want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven. Waardoor wij moeten zalig worden. Jezus. Lieve mensen. Kennen wij die naam? Ja, natuurlijk, die naam hebben we duizenden keren gehoord, Jezus. Maar zegt die naam je wat? Zegt die naam je wat? Of zegt die naam je eigenlijk niks? Kennen wij die naam? Leven wij uit die naam? Want zonder deze naam, Jezus, is werkelijk alles verloren. Maar wat zei Petrus? Hij zei, die naam is gegeven. Mooi, hè? Er is ook onder de hemel geen andere gegeven. Dus die naam wordt aangeboden. Gegeven. Met welke bedoeling? Moet ik dat nog zeggen? Opdat wij die naam zouden aangrijpen. In al onze verlorenheid en onwaardigheid. Van die naam zouden gebruik maken. Jezus. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Van hun zonde. Om tot die naam vanmorgen te vluchten. Want hij wordt gegeven. Nog een keer. Hè? Nog een keer. Gemeente, wat doet u met de naam Jezus? Die ik vanmorgen u mag aanbieden. Als een reddingsboei u toewerpen. Wat doen we? Met die naam Jezus. Het is echt een van tweeën. Of je neemt hem aan. Of je wijst hem af. En dan kunnen we heel veel woorden erbij halen. Maar dat is camouflage. Dit is aan de orde. En als je dan vragen hebt, gaat dat dan maar aan God vertellen. Die weet er antwoord op. En die weet er raad op. Om tot die naam te vluchten, mijn heil. Hoe zou ik al fijn het ook weer? Als een schild, hè. Als een schild. Gij zijt voor mij een schild. In alle nood. Gij. Heb mijn smart verdreven. Uw diepere gunst is me altoos bijgebleven. En ik heb van de week mogen zien. Tot het laatste toe. Tot het laatste toe. Altoos bijgebleven. Tot de laatste snik. Jezus. Mijn heil, zegt Psalm 62. Wat een naam. Geen naam is er zoeter. En beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Ik eindig met John Newton. Je hebt een lied over die naam Jezus. How sweet the name of Jesus sounds. Hoe zoet klinkt die naam van Jezus in mijn oren. En het zesde couplet, daar eindigt hij mee. O Jezus, hoe vertrouwd
en goed klinkt ons uw naam in het oor als ik van alles scheiden moet. Gaat nog die naam mij voor. Amen.